Plessers Deuren is gespecialiseerd in het produceren en leveren van binnendeursets. Dankzij een slimme combinatie van een autonoom platenmagazijn, CNC-freesmachine en softwarekoppelingen kunnen ze met een klein team grote aantallen produceren. Het proces begint op kantoor. De orderintake wordt gedaan in een Excel-bestand. Alle specificaties en aantallen van de deurencombinaties worden ingevoerd. Via een softwarekoppeling, gemaakt door de grootbewerkingsmachines, worden deze gegevens in de Biesse-machine ingeladen. Dit Winstor platenmagazijn heeft 4 laad- en losstations. De voorraad kan ingeladen worden en de Winstor geeft deze de juiste positie. Sensoren in de laadstations geven aan de heffer door wat de afstand tot de platen is, zodat de heffer de platen in het midden oppakt. Na het oppakken van de plaat wordt eerst het gewicht gecontroleerd. Bij akkoord gaat de heffer verder omhoog en wordt ook de breedte en lengte van de plaat gemeten, alvorens de plaat kan worden ingeladen. Deuren die bewerkt moeten worden op de Biesse CNC balkentafels worden op volgorde uitgeladen en liggen enkele momenten later in een van de beschikbare stations klaar voor de CNC operator. De lijst met volgorde van uitgeladen deuren wordt gegenereerd op kantoor met software gemaakt door de specialisten van de grootbewerkingsmachines. De binnendeurkozijnen worden in deze fabriek gemaakt met een Biesse CNC nestingmachine. De Winstor belaadt de machine vanuit het platenmagazijn. In het invoerstation van de nestingmachine wordt de plaat uitgelijnd, waarna automatisch labels worden aangebracht. Door middel van zuignappen op de sweeperarm in de Rover nestingmachine wordt de plaat op de bewerkingstafel geladen. Tegelijkertijd worden producten die klaar zijn op de uitvoerband geduwd en wordt de tafel schoongezogen. Het nesten begint met de boorbewerkingen. Horizontale boorbewerkingen op de kopse kanten doen we aan de rand van de tafel, zodat we de horizontale boorspindels net onder de tafel kunnen laten zakken. Frezen van de scharnierinkrozingen wordt gedaan met floating heads. Zelfs bij ongelijkheden in dikte van plaat wordt zo gezorgd dat de freesbanen exact gelijke diepte hebben. Om de bewerkingen goed in beeld te brengen, is de stofkap omhoog gebracht. Na het losfrezen van de plaat in de lengte komen de aandrukrollers naar beneden en worden de onderdelen in de haakse richting losgefreesd. De aandrukrollen voorkomen dat de producten verschuiven en garanderen zo perfecte, uniforme kwaliteit. Efficiency, kwaliteit en uniformiteit. Dankzij Biesse en de grootbewerkingsmachines is deze klant helemaal klaar voor de toekomst. Ook Plessers Deuren maakt het met de Groot.